Welkom bij Cheap Advisor, een gierige serie waarin wij als supergierige boys tot het uiterste gaan om jullie van ontzettend gierig advies te voorzien. We gaan geen uitdaging uit de weg en komen met twee gierige adviezen. Wie van ons wint deze battle? Dat bepaalt onze opdrachtgever. Dit is Cheap Advisor. Hallo lieve mensen, leuk dat jullie allemaal kijken naar Cheap Advisor. Jullie vragen ons wekelijks om advies en wij leveren. Jullie denken nu waarschijnlijk ook, wat een rare plek om een intro op te nemen. Nou, het is nog een raardere manier om de gast te introduceren. Het is René Watsema, daar gaat hij. Oh, Godverdomme. Ik wilde hem echt niet opvangen, maar jij bent nog lief. De afspraak was dat we hem laten gaan. Ja, maar waarschijnlijk zit bij jou een team. Ik kon het niet maken. Wij zijn een team, zij zijn een team. Goed. Op naar het volgende shot. Hey Chris, mooi pet. Hey guys, wat is jouw vraag? Mijn vraag is, hoe kunnen jullie voor mij met een klein budget een subtropisch zwembad maken? Klein budget, tropisch zwembad? Subtropisch zwembad. Wat is een klein budget? Het maximale bedrag is €50. Wat zijn precies de voorwaarden? 1. Binnen de €50 dus. 2. Het moet op een andere locatie dan bij mij thuis, want dat kan gewoon niet. En 3. Het moet binnen de 3 uur geregeld kunnen worden. Wij komen met een gepast advies. Ja. Tot zo, Chris. 3, 6. Later. Oké, nu hebben we dus heel erg haast, want we hebben maar 3 uur. We hebben €50 om een tropisch zwembad te gaan regelen. Ja, wat kan je al? Alles is dicht. Ja. Dus we kunnen nergens naar binnen. We kunnen gewoon buiten staan. En in principe zwem je dan al. Maar we kunnen ook... Ja, weet ik veel. Een vijver opzoeken en we bouwen daar een tropisch bad van. We moeten gewoon een grote bak hebben, man. En het leuk gaan aankleden, toch? Hey, je moet tropische palmbomen erin gooien, mieten en weet ik het allemaal. We kunnen ook even een bikini fixen voor Gwen en haar voor het blok zetten. Ja, Gwen is trouwens de producer. Maar hoe gaan we een zwembad fixen? Dus het zwembad aan zich? Ja, ik zie voor me een soort kletterende container waar allemaal water uitkiepen de hele tijd. Ze moeten zoiets doen. Gewoon een enorme laademmer. Als je nou gewoon een boer opbelt. Een boer? Ja, toch? Een tractor. We gaan nu eerst naar een winkel om spullen te kopen. We kunnen dit wel gebruiken om voor haar weer een bikini te kopen. We zijn nu een geintje aan het halen samen met de kijker naar onze productie. Dus we moeten decoratie halen. Ja. Ergens in een winkel. Ja, dat doen we gewoon met die €50. Ja. En dan moeten we gewoon een zwembad fixen. Moet je iemand bellen? Ja, als jij nou even vast de boeren gaat bellen. Toen moeten we het een beetje gaan insteken van... we gaan heel enthousiast dit blijven doen. Ja. Van ja, en we gaan lekker zwemmen tropisch. Maar ja, dan hebben we wel vrouwen nodig. Want wat is een tropisch zwembad zonder vrouwen? Hé, hey Gwen, we hebben een bikini voor jou. Ja. Boer. Boer. Zoek boer. Boer. Google zoek boer. Boer met laadbak. Tractor met laadbak. Tweedehands. Dat heb je nodig. Harry Spruit. Harry Spruit met René en... Joost. Komkommer. Komkommer. We hebben maximaal €50. Ja, het is niet veel. Het is niet veel. Maar we doen het er maar mee. Ja. We hebben echt leuke dingen gekocht. Dit is tof. Dit is echt heel leuk. Ik denk dat we in ieder geval nu in ieder geval props hebben voor een leuk subtropisch zwembad. We hebben het onder de €50 gehouden. Ja, we hebben een leuke locatie gevonden waar we dit kunnen gaan uitstallen. Ja. Dat is niet normaal. Die wordt vet. Die wordt heel leuk. Die wordt nice. Dus ja, ik kan gewoon niet wachten om naar heen te gaan. Gwen, productie, okay. We gaan. Wij zijn van het programma. Tropische zwembaden. Wat wij nodig hebben is een tropisch zwembad en die moeten we zelf maken. Als wij in een grote bak achter een tractor of achter een ander rijdend voertuig kunnen doen en die vullen met warm water, dan hebben wij ons eigen mobiele tropische zwembad en dan kleden wij hem helemaal leuk aan met tropische attributen. En nu is onze vraag, Harry Spruit, heeft u de mogelijkheden om ons te helpen? Ja, misschien wel. Misschien wel. Dat is een ja. Dat is een ja, toch? Ik hoor jullie een ja. Wij horen een ja. We willen eigenlijk ook niks meer of minder horen. Alleen een adres, Harry Spruit. Typ hem nu in Google Maps namelijk. Dit is Gwen, dames en heren. Jij gaat ook een beetje je rolletje... Ja, ik ga op verkenning uit. Ja, nice. Jij gaat zo meteen bij het tuincentrum, want daar gaan we dus naartoe. Daar is een vijver. Ja. En daar gaan wij dus kijken of we daar een subtropisch zwembad kunnen creëren. Ja. Jij gaat op verkenning uit. Ik ga op verkenning uit. Je hebt dus een hele belangrijke taak in deze video, hè? Een hele belangrijke taak. Als het misgaat bij jou, dan hebben we geen einde. Nee, zeker. Hey. Ik ga over. Ja. Nee. Okay, nou volgens mij heeft Gwen helemaal niks door. Nee, maar ik heb ook niet het idee dat ze erin gaat springen. Okay.
Ik ben eens even aan het bellen. Onze cameraman is ingelicht. Vindt het een fantastisch plan, toch? Ja, Mick, even? Ja, helemaal top. Ja, hij vindt het leuk. We staan nu in ieder geval voor het tuincentrum. We gaan denk ik even naar binnen zo. Ja, we moeten nu allemaal leuke spulletjes daar gaan neerleggen, zodat het subtropisch zwembad wordt. Nou, dat gaat helemaal goed komen. Dat gaat helemaal goed komen. Als dat eenmaal geïnstalleerd is, dan gaan we natuurlijk even naar Gwen en zeggen we, ja, bij een subtropisch zwembad hoort natuurlijk ook een subtropisch meisje in een bikini. We hebben een subtropische outfit voor je gescoord, maar niet heus. Het lijkt er niet op, maar het is het wel. Het is, ik zal het even de grote kamer laten zien. Oh, even, oh ja, we hebben dit soort spulletjes. Ja. En ik mis wel één. Ja, ik mis ook twee dingen eigenlijk. Ik weet niet waar dat precies... Dat is nog een tas, toch? Oh ja. Oh, die ligt nog in je auto. Ja. Wij hebben spycams nodig. Onze grote vriend, de cameraman, die kan niet mee. We zijn er. Hoppatee. Goedemiddag. Goedemiddag. U moet Harry zijn. Ja, ja. Meneer Spruit. Wat top dat u ons kan helpen. Dag Harry. Hallo. Meneer Spruit. Jullie wilden zwemmen, toch? Ja. Ja. Wij vonden het prima weer voor een zwempartijtje. En een subtropisch zwembad. Ik denk dat dit het is. Waar we hem vroegen, toch? Dit is een gigantisch grote bak. Zullen we even kijken hoe groot die bak is? Jezus. Ja, die kunnen een goed poolpartytje van bouwen. Dit is top? Dit is top. Weet je, kom er lekker bij. Ja, ik kom erbij. Maat, dit is top. Kunnen wij als deze zo meteen helemaal vol zit met water ook gewoon lekker rondjes rijden? Hier op het terrein wel. We moeten Harder gewoon een kleine neut geven. Dan is die ladder zat, rijden ze het terrein af. Hé, hey Gwen. Hé, hey jongens. Hoe gaat die daar? Geef ons nieuwe intel. We're not yet compromised. Kijk, ze is even achter mij. Wow, een heel zwemparadijs. En jullie kunnen gewoon, als jullie naar binnen komen, twee karren nemen. Dan een beetje het pad naar rechts volgen en dan zie je het vanzelf. Oké, over. Hoeveel bewakers lopen er rond? Ik heb er 3 gespot. Nee. Van je truitjes. Oké, verzorg jij de afleiding? Ik ben de afleiding. Jij bent? Reken maar van ja. Welkom, dus zou dit de ingang zijn? Dat denk ik ook. Waar is het? Daar. Dit is het. Dit is het. Ja. Dit is het. Oh ja, er zitten echt heel veel karpers hier. Ben je bang voor karpers? Ik ben best wel bang voor karpers. Dat zijn de Nederlandse piranha's, man. Het zijn er ook echt veel, ouwe. Ja, ik denk als je hier gaat zwemmen, ja, dan ik denk dat er gewoon minimaal 10 overlijden dan. Er staan al flamingo's, er staan een paar palmbomen. Hoe subtropisch wil je het hebben? Het is subtropisch genoeg. Heb je al gevoeld hoe warm het water is? Oké, ik ga wel voelen. We gaan eventjes die hele bodem eventjes even, want het is één roestbak. Wat ik me wel afvraag, Joost, hoe zijn we in deze situatie verzeild geraakt? Oké, ga jij erin en dan geef ik het aan. Kom maar net uit. Handig, hè? Harry! Wauw! Dat ging goed. Waar wordt dit normaal voor gebruikt? Dat moet je dus niet weten. Dat is voor de mest. Ja, dit moet je niet willen weten. Nou, kijk eens. Hoppatee. Je kan je afvragen wat je aan het doen bent, maar alles voor een goed advies. En dat alles voor nog geen 50 euro, hé. Hoeveel hebben we nou uitgegeven in totaal? 27,50 of zo, ja. Mooie dag, hoor. Hé, René, we moeten eigenlijk aan de bak. Genoeg geluld. Ja. Niet meer lullen. Poetsen. Het is niet koud. Je merkt wel, ze reageren er gelijk op. Ja, hè? Ze komen op je af. Ja. Gaan we dat nu even doen? Ja, we gaan eerst even de boel aankleden een beetje. Ja, maar op het moment dat we dingen gaan neerleggen... Dan zijn we al fucked. Ja. Je hebt 1 kans, denk ik. Je hebt 1 kans, dus we moeten het nu... Gwen, we gaan het even anders doen. Wij zitten te denken. Ik denk, als wij nu die spullen uit de tas gaan pakken en daar neerzetten, dat is niet genoeg. Maar het is ook, zodra we dat doen, dan vallen we op en dan kan niemand meer zwemmen. We hebben ook natuurlijk bij een subtropisch zwembad een subtropische vrouw nodig die in bikini gaat. Dus hebben we hier iets voor je geregeld? Ik wil het druk met produceren op deze aflevering. Nee, we hebben een bikini. Die wil graag hebben je gezicht. We hebben een bikini. Nee. Als het nou een string was geweest, alla, of een Brazilian, maar dit is echt gewoon oma onderbroek. Hé, hey, maar is het rioolwater? Want het meurt als een malle, joh. Hij komt achteruit op. Pak hem niet zo. Zo, de mythe zei. Niet chill, joh. Heb je last van je duimen? Ja, en nu dan? Goh, als we de... Ja, wacht.
Wacht, nog niet aangooien. Zet maar aan hoor. Nee, niet doen. Zet maar aan. Hou je bek joh, niet doen. Stromen het ding. We gaan er een bak zetten. Nee, dit gaat fout. Kutzooi. Hou jij het even vast. Hou jij het even vast. Oh nee. Nee. Oh nee. Ik laat hem los. Nee. Jawel. Hou hem vast. Nee. Nee, maar ik sta in de bak, jij staat buiten de bak. Wat moet ik doen dan? Vasthouden. Wat nou als ik hem loslaat, die slang? Oké, laat hem maar eens los. Je kan hem niet loslaten. Nee. René, we hadden zo'n fantastisch plan met de zeilen en zo. Maar het lekt. Het lekt als een gek. Dus, echt waar. Dit werkt niet. Hij vergiet is er niks bij. Nee. Nee, in principe gaat al het water gewoon de bak uit de grond op. Dus we moeten daadwerkelijk wel gewoon een tropisch zwembad bouwen. Ja, en ik heb even rondgekeken hier. Maar we zagen het al een beetje misgaan. Ja. Ik denk dat ik een goed idee heb. Vertel. Ik kom zo terug. Oké, zie zo. Ja, waar zetten we dit neer? Kijk, op het moment dat je over het hek gaat, word je eruit gekikt. En dan moet je het ook tactisch aanpakken. Ja? Prachtig. Het ziet er goed uit. Thanks. Wat ben je nu aan het creëren, Martijn? Een lichtbedje? Een subtropisch zwembad. Een luchtbed zonder lucht. Zal ik even een pootje erin baden? Doen we dat beide even. Hop. Oh, dit is... Oh, wow. Nee, dat kan niet. Oh, lekker zeg. Kom chillen in ons subtropische zwembad. Ik vraag me af hoe lang het duurt voordat we eruit gekeken worden. Jules, ik heb dit nog bij me. Kun je die even oplaten? Dit is een subtropische palmboom. Oh. Wat is er? Moeten we weg? Moeten we weg? Oh. Oh, dat snap ik totaal niet. Nee, ik ook niet. Hallo. Goede vorm. Waarom denk je dat hekje zit? Oh, sorry. Ja, we dachten dat het een soort van badplaats achter was. Ja, leuk proberen. Oké, nee, ik snap het. Te stom van ons. Stom. Ja. Doe het alsjeblieft. Nee, we doen het ook niet meer. Nee. Renéetje! Wat een ideetje! Je moet het wel echt willen. Ja, maar wij willen het. Maar wij willen het. Wij willen het beste advies voor onze quiz. Ik zeg... Zwembroekje aan, duikbrilletje op, die heb jij op en dan kunnen we er tegenaan. Eerlijk, wat was het lekker. Ja. En dat voor maar €27,50. Ja, fantastisch. Heerlijk weer. Geen geld. En een tropisch gevoel, wat je eigenlijk alleen in de Bahama's krijgt. Of hier in het... We hebben zelfs een bommetje kunnen doen. Ja, dat zag er ook heel goed uit. Maar goed, Chris, je ziet het. Ik denk dat dit gewoon een winnend advies is, toch? Heren. Hey, hallo. Boys. Mooi. Ben je er klaar voor? Zeker, ik ben zeer benieuwd. Dan trappen wij hem ook wel gewoon af. Want dit is iets om af te trappen. Ja, zeker weten. Wij hebben een tropisch zwemparadijs gerealiseerd bij deze vent. Dit is boer Harry. Ja. Jij bent altijd bij hem welkom. Hij kan voor jou een truck laden met water. Dan maakt hij een hele tropische ervaring van. Het is heerlijk warm. Zelfs in slechter weer als nu. En dan de heftruck, je kan bommetjes maken, je kan het terrein afrijden, je kan overal naartoe. Nee. Hou op. Nee, hou op met me. Ja. Niels, je bent jaloers. Ik zie het. Jij wilde dit stiekem. Ja. Heel goed, heel nice. En Chris, dit is echt iets voor jou, man. Het is wel heel duidelijk dat wij gaan winnen, maar goed, laten we toch maar even kijken wat Niels en Martijn hebben bedacht. Oké, nou, ben je er klaar voor? Want dit wordt het allerziekste idee ooit. Hou je hart vast. Wij zijn naar een tuincentrum gegaan en zijn
gaan proberen te zwemmen. We hebben gepootjebaat. We hebben gepootjebaat in de vijver. Kooikarpers, echte kooikarpers. Echte kooikarpers. Zo groot, dat is niet normaal. Heel eerlijk. Ik was net zwaar overtuigd dat wij gingen winnen, maar nu ik dit hoor, begin ik te twijfelen. Ja. Dus Chris, laat ons niet langer in spanning. Hoeveel sterren geef ik idee van Niels en Martijn? Ik geef het team van Niels en Martijn, geef ik toch, omdat ze toch met de kooikarpers hebben gezeten, geef ik toch 1,5 ster. Maar het team van Joost en René geef ik toch maar liefst 5 sterren. 5 sterren! Ja, zeker. Hey Chris, bedankt hè. Heel veel succes. En bel Harry, want je kan de hele zomer bij hem in zijn tropische zwembad kan je chillen. Bel hem. Een hele goede team. Ja man, en dan daarna kan je lekker een neut pakken bij zijn bar. Hey Chris, bedankt. Yo, jullie ook, bedankt. Succes Chris. Yo, later. Yo, hi. Die gast staat ook helemaal pleit. Die neut knalt erin. Maar goed, hey maat. Gefeliciteerd. We hebben gewonnen. En dat is dankzij jou, Harry. Ja, sterk. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Zit jij nou te kijken en denk jij, zo'n fantastisch advies heb ik ook nodig in mijn leven. Dat kan. Laat dan weten in de comments waar je advies voor nodig hebt. En dan gaan wij gewoon jouw advies geven over hoe je geld kan besparen en zo. Dat kan. Ja, man. En het is fantastisch. Vond je het leuk dat je deze meedeed? In tijden zulke leuke dingen mogen doen. Wauw. Like, comment en abonneer. Zie je volgende week gewoon weer, man. Later! Mag ik volgende week weer te gast? Ah, dat is ook leuk. Oh, yes! Dat is gezellig met je. Volgende week is iemand anders. Oh. Doei!